iemand er gespringt. Oh, no. Alles oké. Okay. Formidabel. Ik lig met mijn gat in het biegenes. Alles oké. Okay. Niks in zicht. Ja. En nu? Ja. Ik zie graag mijn duifje. Liefste duifje. Vanaf nu hè, gaat jij terug voetballen. Dan kun je tenminste nog op je benen staan als je thuis komt. Nee, dat wil ik niet. Hoor ik je nog? Nee. Jij gaat eens goed naar mij luisteren, jij. Oh ja? Ja. Zegt, zal er nu zijn, denk ik? Ja. DDT-kaars tot uw dienst. Spreek ik met contactje 6886? Pardon, met wie heb ik de honneur? U kent mij niet, maar ik ken u. Bent u deftig dynamisch technicus doordrijvend, doch teder? Ja, dat ben ik, ja. Dat bent u soms, de gazet. Waar is die gazet? Doet je die gazet, kom. De deftige dame om te ontmoeten. Hallo? U loopt wel erg vlug van stapel, meneer. Dimitri de Tremmery. Dus Dimitri van het Russische Dimitri. De van het Franse van en Tremmery van het Vlaamse Tremmery. En u bent? Dat is niet van geen belang op dit moment. Ik dacht ik zal even contact opnemen. Is hoor. Zie je de kampioenen, the next generation! Sjoeke, wat ziet jij er schattig uit met die krulletjes? Je bent precies de echte Jean-Marie. Ja, maar een paar maatjes kleiner. Oh, kom hier, mijn krullenbol. Sjoeke, alsjeblieft, ik vind het zo verschrikkelijk. Oh, nee. Zeg, Xavier, hoe komt dat eigenlijk dat jij altijd al hier bent als wij toekomen? Ik ben militair, Doortje. Ja, dat weet ik wel. Ik had dat nooit verwacht van u. En ik bedoel, hoe doe jij dat toch? Je moet de code kennen. De code? Nou, de internationale code. Ken ik niet. Nee? Prefix 4, 16, 16, 16. En wat is dat? Dat is het nummer van een taxi. Morgen, wij komen voor de was. De was? Die hebben we daar straks toch al opgehaald? Ah ja? Ah, dat is gemakkelijk, dan hebben wij gedaan. Nee, wij komen voor de andere was. Wat? Wij komen voor de gekleurde was. De andere was, dat was de witte was. Tja, is dat niet? Ja, milieu. Is er iemand? Gegroet, sterveling. Ik ben Xavier. Ah, Xavier. Xavier! Dat kan niet. Jij bent dood. Nee, ik ben de geest van Xavier. Oh, geest! Ga weg. Niet voor wij serieus geklapt hebben, makker. Want door uw schuld ben ik nu in de hemel. Pas op, ik ben daar graag. Iedereen is lief en vriendelijk. Maar daar zijn geen dagschotels, hè. Oh, sorry, Xavier. Ik wist echt niet wat ik deed. Ik heb u dood, echt. Wacht u, Nokkel Dimitri is daar. Kom op. Kom op. Xavier, maar wat is hier gebeurd? Ah, Dimitri. Wacht, ik zal u direct losmaken. Nee. Niet doen. Blijf van mij af. Allee, maak dat je wegkomt. Laat me gerust. Pardon? Maak dat je wegkomt. Ons Carmen kan ieder ogenblik binnen gaan komen. Allee. Oké. Ik ben al weg, hè. We zijn thuis, hè. Oh. Ah, Dimitri. Dag, Carmen. Xavier? Wat is er gebeurd? Nee. Zo. Jammer. Wacht even, Pascal, het is goed. Kom. Drink eens. Je gaat u direct een stuk beter voelen. Ja, maar niet daarop, dat is niet goed voor zijn maag.
wil drinken. Drinken. Misschien een glasje melk? Nee. Kom, ja, tap er nog maar eentje aan. Drinken. Ja, ja. Zeg je, wat zeg je? Hoofd. Ik zoek de ontsteking. Dat is een geel draadje. Nee, een rood. Een groen. Dat is een Bobby en geen Scooby-Doo. Komt er nog wat van in? Ja. Xavier doet iets, maar ik ga het ontploffen. Mijn held? Sorry, ik wou niet. Ik wou het. Oh. Komt ze nu maar halen? Ik denk er juist aan. Ik heb nog een afspraak met mijn dokter. Ik zal u wel onderzoeken. Ja. Ah ja? Ja. En waar is de echte Boma dan? Want als die hier niet onmiddellijk staat, dan ben ik weg. Hoi. Hier. Daar staat je van te kijken, hè? Baby. Ja. En waarom noemt hij u dan de hele tijd Xavier, hè? Ja. Ja, meisje. Waarom noemt jij mij de hele tijd Xavier? Bon, ik zal u in de kost. Oei. Kom, Mark. Erachteraan. Ja. Ja. Voilà. Dat is beter. Ja, ah, dat weet ik. Maar we hebben niet genoeg verf. Oké. Okay. Xavier. Ja. Allee, Pascal, kom. Geef dan nog maar een pint, hè. Alsjeblieft. En hier, gek. Xavier, nu drink je niet meer, hè. Ja, kies voor. Ja, maar. Oh, ja, ja, maar. Lach maar. Misschien kunnen we ze half leeg schilderen. Oké. Okay. Xavier! Half leeg, hè. Oh, ja. Dat heb ik niet begrepen. Kul. Hou eens even vast. Oh. Wat gaat je doen? Zeg, ben jij zot geworden? Ja, maar nee, dat is gewoon een truc. Er kan niks gebeuren. Ja, het is topen voor u, hè? Oh, wel ja. Ik giet de melk hierin ja. En... hopla! Ja, dat zou niet mogen gebeuren, ter melk. Sorry, maar... Het is niks, zoeteke. Ik ken ook een trucje. Ah, ja? Ja. Ik ga nu sterkens laten zien. Ja. Sjoeke, zeg. Niet overdrijven, hè. Samie. Salaam alaikum. Ook zoveel, meneer. Ik zoek Vechdal Kostekmans. Ah, dat ben ik. Aangenaam, aangenaam. Ah, gij, die grote beroemde Vechdal Kostekmans. Mijn naam is Ali Ben Ghali. Sheikh Ali Ben Ghali van Kuwait. Van zo wijd? Nee, Kuwait. Ah, wel, dus een echte sheikh uit... Kuwait, welkom, Sheikh, in mijn nederige schattenkamer. Sheikh, hoe komt het dat u mij kent? Hoe komt dat? Wie kennen u nu niet, die grote, begroemde Vechdal Kostekmans? Tarzan Xavier! Oh,
Lisa, c'est Zolisa. Ça, c'est Lisa. Ja, Xavier, dan is niks van u, dat past niet bij u, Oostke. Probeer te dat dan als een roer is. Ja, zeg, dat is nog erger. Het is niet gemakkelijk om de juiste lingerie te vinden. Zo. Ja, zeg. Maar dat gaat u ze met poepje kruipen. Dank u. Mannen, ze zijn daar. Zoals we het geleerd hebben, hè. 1, 2, 3. En we drinken, drinken, drinken. Stop! Dat is verschrikkelijk! Dat is misdadig! Ze moesten die vent in een bak steken. En dat betekent? Gedisqualificeerd! Nee, nee, Sjoeke, nee. Nu gaat Gijs naar mij luisteren. Voor een voetje, stap, stap, nog een stapje. De Titanic is geen rampenfilm, dat is romantiek. Allee, spreid uw armen zoals in uw lievelingsscène. Tara, ra, wherever you go. Na, na, na. Sjoeke, ik ben bang. Sjoeke, vertrouw mij toch. Kom, zo. Nu goed ademen. Ja. Voelt je de zeewind in uw haar? Ja. Ja. En nu stiletjes uw oogstjes open doen. Ja. Drukken. Xavier. Je had beter Carmen gevraagd. Die kan paaldansen. Ja, probeer het maar. Het is niet zo moeilijk als het eruit ziet. Yes! Dat was al... Ja. Ja. Lukt dat hier zo'n beetje, Maurice? Ja, ja, kapitein. Ja. Ja, zie! Je moet toch zo kleinzerig niet zijn. Starten! Oei, daar zal ze zijn. Kom, je weet wat u te doen staat, hè? Oui, mon général. Carmenneke, kom hier, lieve schat. Ah, is dat uw kolonel? Ah, het schijnt. Ja, dat is kolonel Xavier Waterslagers. Xavier, dat is nu Suzanne. Suzanne. Aangenaam, Xavier. Pardon, maar. Uw uniform is op de groei gekocht, zeker? Oh, maar dat is een nieuwe, dat gaat nog krimpen in de was. Ja, besparingen. Ja. Ja, ja, je woont hier wel heel bescheiden voor, een kolonel. Oh. Dan heb je mijn schuilkelder nog niet gezien. Ja, maar dit... Ik denk dat je elkaar heel graag ziet. Waarom zijn anders zo lang samengebleven? Maar het probleem is dat je altijd opwint over dingen van niks. En dat kan zo niet blijven duren. Dat is gelijk bij mij en Carmen. Wij maken ook al eens ruzie en zo. Ze werkt ook al eens een keer op mijn zenuwen, maar... Ik zie haar graag. En dat is het enige dat telt. Ja, dat mag je nooit vergeten.